We gaan dus verder met het programma en nodigen uit Ludwig van Milieu. Ludwig, goeienacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u, Odi Odi, vanuit het oosten van Nederland, Nijmegen, de stad van Karel de Grote, Karelstad. En ik ben u graag van dienst met mijn politieke commentaar op de actualiteit in ons geliefd Suriname. Ja, het is weer zover. Vandaag, vrijdag 4 augustus, de overgang naar zaterdag 5 augustus. Het is dus vroeg in de ochtend bij het krieken van de dag van 5 augustus in het jaar 2023. En we bevinden ons nog steeds in week 31. En die loopt tot en met aanstaande zondag 6 augustus. Ik groet nogmaals ook onze internationale luisteraars, omdat die echt hun best doen om verbonden te blijven met hun geliefd vaderland Suriname. En ik moet u zeggen, het gaat heel slecht met Suriname en ik wind er geen doekjes om. Maar aan de andere kant zeg ik ook, het heeft geen zin om alleen maar te blijven beuken op wat er niet goed gaat, want dat weten we inmiddels al. De regering regeert al 3 jaar. En in die 3 jaar, en om het een beetje te vertalen in staatsrechtelijke termen, het betekent dat 3 van de 5 regeringsjaren die worden uitgetrokken voor een regering, die zijn al voorbij. En we zien dat er eigenlijk niet veel is bereikt. Er zijn geen nieuwe dingen, het zijn die oude dingen die nog steeds van stal worden gehaald. En ik moet u ook zeggen, dat land verdient niks. Dus er zijn geen nieuwe verdienssectoren erbij gekomen. Het enige waar je wat lichtpuntjes ziet, dat zijn die individuele sporten. Daar doen Surinamers het heel goed bij. We zijn goed in die zwemsport. We zijn goed op het gebied van de atletiek. Daar hebben we onlangs zelfs 2 gouden plakken in de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen erbij gehaald. Dus we hebben daarover geen klagen. De individuele Surinamer treft geen blaam. De mensen doen hun best, ondanks het feit dat er een crisis heerst in het land. Ja, probeert men het hoofd boven water te houden. En dat is een prestatie. En dat moet ook gezegd worden. Dus ode aan die individuele Surinamers die wel geloof hebben in hun land en hun uiterste best doen. Men zegt in het Nederlands, je stinkende best doen. Ja, dat je vooruit komt. En dat zie je dus op individueel niveau zeker. En ik ben blij dat te mogen constateren ook. En, maar in ieder geval in Suriname zelf, dus nou zo zeggen, wat de staat ons biedt, is een geharrewar en gekissebis over allerlei onderwerpen. Ik moet u zeggen, ik word soms duizelig van de nietszeggende onderwerpen. Je hebt er geen notie van, maar het is echt een beetje te hemelschrijdend. En ik blame die Surinaamse nieuwsmedia niet, want die doen hun uiterste best natuurlijk om nieuws te bedenken en naar voren te brengen. Maar het is allemaal van zo'n laag niveau en het is veel van hetzelfde. En iedereen praat elkaar na. Dus dat is, ik vergelijk het altijd met een kippenren, waarin je dus kippenvoer gooit en gooi je naar links, daar rennen al die kippen naar links. Gooi je het kippenvoer naar rechts, daar rennen al die kippen naar rechts. En dan zie je een paar slimme kippen die wachten tot je weer aan die andere kant gooit. En dus dat zijn maar enkele, maar het gros rent achter elkaar dezelfde kant op. En zo hebben wij vroeger het voetbal ook gezien, in de voetbalsport, dat iedereen achter de bal rent. U kent die tijd nog, dat hebben we allemaal in onze jeugd meegemaakt.
dan heb je nog geen flauw benul van systemen, strategieën en tactieken. Dus iemand heeft de bal, dat is meestal de rijkste jongen van de klas, die bezit een leren bal. En die bepaalt het spel, die kiest zijn vrienden uit aan de ene kant en wat overblijft speelt naar de andere kant. En zo begin je eigenlijk spelenderwijs te leren in de praktijk dat wil je iets bereiken, wil je plezier aan iets hebben, dat je een systeem moet brengen in het geheel. Je kunt niet achter een bal blijven rennen, want dan krijg je alleen maar ruzie. En dat is ook, zo hebben we dat geleerd in onze jeugdjaren, op een spontane manier. Ja, je rent met z'n allen achter die bal. En als je ziet dat het niet efficiënt werkt, dan ga je afspraken maken. Dan zeg je, iemand blijft in die goal en dat is de keeper. En die mag die bal met zijn hand aanraken. En hij moet de bal uittrappen. En zodat die anderen gaan voetballen om te gaan scoren. En de helft van jouw team houdt zich bezig met de verdediging. En een deel gaat met de voorhoede zich bezighouden. En zo krijg je een verdeling. En als je daaraan houdt en die discipline goed vasthoudt, dan bereik je ook resultaten. Dan zie je dat je die wedstrijd wint. Ja, en zo is het ook in de politiek. Als je met z'n allen achter één onderwerp je wacht tot er weer iets nieuws is, dan noemt men dat met een mooi woord de incidentenpolitiek. Ja, we voeren in Suriname een incidentenpolitiek. Brunswick roept wat, dan is het nieuws van deze week. Brunswick, innoeren naar Brunswick, dagje. Innoeren, dat is die, dat die. Dus, en dan heb je dus van die figuren in de politiek die dan een sensationeel onderwerp bedenken. En zo is men dan bezig aandacht te trekken met allerlei rare onderwerpen. Vraag ik me af, als ik naar die nieuwsberichten kijk, dan vraag ik me af wat men belangrijk vindt in Suriname. En vaak niet zeggende dingen. Tegenwoordig geeft men ook weerberichten in Suriname. Een tijdje was het not done. Je had wel een meteorologische dienst, maar daar geloofde niemand iets van. Maar nu begint men nauwgezet nieuws over het weer te geven. Maar niemand controleert of het goed is, of je er mee vooruit komt. Maar goed, er is een vooruitgang. Er was vroeger niks en nu is er iets. Dus laten we daar blij om zijn. En dan heb je dus ook allerlei nieuws over politiezaken. Dat zijn die politieberichten. Ja, en maar weet u, als ik die koppen lees zo'n beetje, dan denk ik bij mezelf, wat moet ik ervan brouwen? Het is heel moeilijk allemaal. Want alles loopt door elkaar. Wat je ook hebt, is omdat de kranten een laag niveau hebben, gaan mensen dus, ijverige burgers, en daar ben ik blij om, die springen in de pen, zoals men dat noemt, en die schrijven artikelen. Dus je hebt tegenwoordig 4 ingezonde artikelen, die eigenlijk als hoofdartikelen worden behandeld in de diverse media. En je hebt er in Suriname steeds meer, en ze verschijnen allemaal op internet met filmpjes. Dus iedereen heeft de vrijheid om een eigen filmpje te maken. Zo heb je, men heeft gehoord van een zekere meneer Poepa, die maakt regelmatig van die filmpjes met waarin hij een stichtelijk praatje houdt en een onderwerp behandelt. Dus het is een veelheid aan sensationeel nieuws, maar de gemiddelde Surinamer kan er geen pijl op trekken, zo zeg je dat, hè. Van wat is er nou aan de hand in ons land? En ik probeer dus u de samenvattingen te geven. En het komt erop neer. Een van de aandachttrekkers deze week is dat de benoeming van een zekere Paraxin, ja. En dat is waarnemend procureur-generaal Garcia Paraxin. Paraxin is definitief benoemd in die functie
van advocaat-generaal. Advocaat-generaal naar procureur-generaal. Dus is PG geworden bij het Hof van Justitie. En ja, dat heeft de regering goedgekeurd. Maar dan is er weer een groot deal dat het niet goedkeurt, dat het niet goed vindt. We hebben ook afgelopen week gehad de eindfase van het proces Boutersen. En dan de reactie van zijn advocaat, meneer Irvin Kanhai. Ja, die roept al jaren, moet ik zeggen, roept hij dat het proces een politiek proces is. Dus hij is ook niet verder gekomen dan dat, dan weer te roepen dat het ding een politiek proces is. En dat hij vrijspraak vraagt voor Boutersen. Ik zeg het u, kijkt u, ik heb niets tegen de NDP en nog minder heb ik iets tegen Boutersen. Want hier, ik luister naar die commentaren van vele mensen op het programma, want ik probeer interactief te zijn. En dus in die zin van, je moet toch luisteren naar jouw volk, hoe men naar dingen kijkt. En dan zie je dat in Suriname men al die jaren niet verder komt dan een soort favoritisme, kan je bijna zeggen, dat men achter één persoon aanloopt. Ja, of je hebt one-liners, politici die met één ding komen, zoals ik geef altijd het voorbeeld van de PL, omdat dat die partij is deel van die regering en functioneert op het laagste kwalitatief pitje dat er bestaat. Lager kan het niet. En die komen niet verder dan ambtenaren tellen, vrije dagen geven aan de Javaanse, liefst alleen maar aan de Javaanse bevolkingsgroep. En hij houdt vol dat men een multiculturele partij is. En dat gaat zo door, hè, in Suriname. En het ergste is dus die etniciteit. Dat alles draait om ras, kleur, kleur van het haar, van de ogen. We zijn gewoon dolgedraaid in Suriname. En die regering, die maakt zich schuldig aan het bevoorrechten van één etnische groep. En dat is de Hindoestaanse etnische groep, waar ik elke uitzending op wees, omdat ik die berichten uit Suriname binnenkreeg. Van alle bevolkingsgroepen die klagen over de eenzijdigheid waarmee deze regering, friends and family, zo noemt men dat in Suriname, een friends and family beleid voert. Men bevoordeelt de familieleden en de vrienden van de andere regering zijnde partijen. En het is een walgelijke situatie, maar die situatie blijft voortduren. En dan kan ik elke week erop blijven hameren, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel wijzen erop dat friends and family beleid brengt ons hele land naar de ondergang. Omdat Surinamers best wel wat in hun mars hebben en veel kunnen. Maar wanneer je geconfronteerd wordt met vormen van racisme die Suriname eigen zijn, namelijk dat men, als je Hindoestaan bent, dan moet je Hindoestanen vooruit trekken. Dat een minister, Matura, openlijk zegt dat ze meer vertrouwen heeft in mensen van haar eigen ras dan mensen van andere ras. Dan ben je minister. Je bent minister en je zegt zoiets. En dan heb je dus de ontkenningsmodus. Dat zijn die andere ministers, gewoon Hindoestaanse ministers, die dingen doen en dingen niet doen en dingen fout doen. En wanneer zullen die bevolking erop worden gewezen van het gaat niet goed, minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin. Minister, u doet uw werk niet goed. Alle ziektes die er bestaan, die doen Suriname aan. Het lijkt alsof ze allemaal elkaar wenken van ga maar naar Suriname, daar kan je flink jezelf botvieren met allerlei ziekteverschijnselen. Je hebt nu in Suriname de oprukkende dengue-mug. Ja, in plaats van die minister een grondige voorlettingscampagne preventief goed bekend maakt van wat te doen om die muskuut de baas te blijven. Je hoort iets in die media en dan liefst overgenomen uit buitenlandse media, maar je krijgt nergens een update van wat wij in Suriname aan doen om te voorkomen
dat die dengue muskiet in Suriname voet aan wal krijgt. Dat willen we horen van die minister. We willen van die minister horen, is er wel of geen medicijnenprobleem in Suriname? Het kan toch niet dat alle specialisten in Suriname klagen over medicijnen die er niet zijn, maar die minister zegt dat het best meevalt. Hij klaagt niet, hij heeft ook niet aan dat er een probleem ergens is gerezen en dat hij ermee bezig is. En hij geeft ook niet aan wat hij doet. Hij komt alleen op bepaalde gezette tijden, komt hij mooi weer spelen voor die bevolking. En men wordt boos op iedereen die kritiek levert. Nou is men boos, dat mag niet. Je moet op je woorden passen, want als je verkeerde woorden kiest, dan laat je zelfs in de gevangenis. Als jij kritiek levert, als je alleen zegt van dat die bestuurders er niet in slagen een beeld van zichzelf te creëren, waardoor die bevolking hoop heeft dat het wel goed zal komen met Suriname. Want daarvoor ben je als regering aangesteld. Je moet regeerdaden tonen. Toon daadkracht. Geef aan, je bent bezig. Als we kijken naar die binnenstad van Paramaribo, het visitekaartje van Suriname, want iedereen die naar een land gaat, gaat naar die hoofdstad. En die gaat kijken hoe die hoofdstad erbij ligt. En wanneer er dingen constateert in de stad, in die hoofdstad Suriname, en er wordt al sinds jaar en dag over geklaagd, over de stank, over de rotzooi die er ligt, over een minister van ruimtelijke ordening hoor. Maar je hoort niets over wat er ruimtelijk is gepland in Paramaribo. Men maakt geen analyse van die stad. We hebben een spookstad. Onze stad klopt qua evenwicht, maatschappelijk evenwicht, helemaal niet. De groei van die stad Paramaribo is onevenwichtig. Dus men houdt niet in de gaten hoeveel winkels er komen, wat van welk type winkel er te veel is en wat te weinig. Men heeft geen beleid om het culturele erfgoed te conserveren. Van een beleid uit te stippelen van gebouwen die een architectonische waarde hebben niet kan aanwenden voor rommelbedrijfskundige activiteiten, waarbij dus die waarde van het pand daalt. Je moet een lijst die staat geregistreerd bij de UNESCO als behorende tot het culturele erfgoed van Paramaribo, die moet je regelmatig bekendmaken bij het volk en aangeven hoe het ervoor staat met het totale huizenbezit. En ik had zo net gezegd dat Paramaribo een spookstad is. En daarmee bedoel ik dit, dat wanneer die winkels in Paramaribo sluiten, gaan die eigenaren naar een huis buiten Paramaribo. Daar wonen ze en ze sluiten hun winkel. En dan zie je dat het verkeer in die hoofdstad Paramaribo verandert van signatuur, verandert van karakter. Ja, er zijn andere mensen die na sluitingstijd die stad bevolken. En er zijn weinig mensen die hier wonen. Dus we hebben een soort stad met lege huizen in de avonduren. Want iedereen heeft dan dat winkelpand verlaten. Sommige winkelpanden hebben wel bewoning, sociale bewoning, boven het pand. Het is een soort indirecte bewaking. Maar je kan in het algemeen zeggen dat door die verlaten binnenstad er een ander type volk die binnenstad bevolkt. En dat zijn de zwervers, de werklozen, de daklozen en de thuislozen. Ja, en je ziet ook die criminaliteit dan toenemen in die nachtelijke uren. Want dan is het goed vissen vangen, dus in troebel water. Je gaat zeggen, dus wanneer die stad dun bevolkt is, dan kom je weg met een beroving van een eenzame toerist die geen notie heeft dat hij zich in een gevarengebied bevindt. Want weet u waar de grootste criminaliteit hebben plaatsgehad? Midden in het centrum. En in die omgeving, juist die omgeving waar die statige gebouwen staan met veel licht, et cetera. Daar gebeurt die criminaliteit. Omdat er geen kip aanwezig is voor sociale controle. En dus die toerist die daar denkt veilig te wandelen en je ziet ze foto's maken, ze fotograferen, die mooie gebouwen.
Maar die mensen hebben niet het idee dat het zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Dat een of andere dommerik of criminele, iemand met een criminele inborst, die hoeft alleen maar langs te gaan op een brouwfiets of in een auto. En de situatie is rijp voor een crimineel vergrijp. Ja, en dat gebeurt dan ook in Paramaribo. En nu wil ik die mensen niet bang maken. Maar weet u waarom ik deze informatie geef? Omdat wij ons bevinden in de vakantiemaanden. Mensen gaan naar Suriname nou eenmaal voor familiebezoek. Het is altijd, of het nou slecht of goed gaat met die economie, is er een piek te bespeuren in de augustus-september maand. Ja, is er een piek van bezoek aan Suriname te signaleren. En dan vind ik het onsportief als wij buitenlandse toeristen zomaar in de val laten lopen, doordat die mensen niets kwaads van zin zijn. Ze komen ons land bezoeken, anderen komen op familiebezoek en dan lopen ze in de avonduren, denken ze rustig in de binnenstad en dan zitten ze midden in de gevarenzone. En want er is ook geen solidariteit. Want als er solidariteit was in Suriname, dan bewaken wij door middel van sociale controle onze eigen binnenstad. En laten we het niet aan de politie over. Dus dan zie je dus dat het is een beetje onsamenhangend. En dat onsamenhangende komt dan naar voren dat op bepaalde tijden, vroegsmorgens, laatsavonds, je aan je lot bent overgelaten in de binnenstad van Paramaribo. Iedereen zoekt elders een veilig heenkomen, maar de ogen zijn niet gericht op veiligheid. Ja, en nogmaals, ik vertolk hier, want mensen denken dat ik die dingen bedenk. Ik vertolk de signalen die op me afkomen. Er schrijven mensen mij, er bellen mensen mij, ik communiceer met mensen. Ik was vandaag een beetje laat gearriveerd thuis, omdat ik op een afscheidsfeestje, een leuk feestje, in Diemen mij bevond. En ik moest me haasten naar Nijmegen. En het zijn afstanden waarbij je zeker anderhalf uur op de snelweg bent. Maar dat doe ik dan om u van dienst te kunnen zijn met de allernieuwste informatie. En wanneer je op die particuliere bijeenkomsten bent van Surinamers, dan hoor je weer het wel en wee wat er leeft onder onze mensen. En wat de onderwerpen die de mensen in Europa bezighouden, dat heb ik vandaag kunnen opvissen, dat is dat er is veel onduidelijkheid over het zogenaamde AOW-gat. Ja, dat is het onderwerp hier dat mensen bezighoudt. Van, krijgen wij dat geld nou wel of krijgen wij dat geld niet dat Nederland ons verschuldigd is? Ik heb het over ons, die individuele Surinamers die recht hebben op een AOW-uitkering en die van overheidswegen, zogenaamd met de wet in de hand, en dan verwijst men vaak naar die toescheidingsovereenkomst, die worden gekort op hun AOW-rechten. En er is een heel dispuut hierover, rapporten worden uitgebracht, maar die voorlichting is niet permanent, is niet consistent, is niet duidelijk van wat er nou precies gaat gebeuren. En als men al begonnen is, en als men nog van plan is te beginnen, en als de wisseling van de wacht, zoals dat nu in de politiek gaande is in Nederland, regering Rutte is naar huis, er komt een nieuwe regering, de verkiezingen zijn uitgeschreven voor november aanstaande in het jaar 2023. En die Surinamers vragen zich af, als er straks een nieuwe regering aanzit, gaat het een en ander wat ze hebben vernomen over die AOW-kwestie, met name het AOW-gas, gaat het door? En welke categorieën rechthebbenden zijn er die op iets kunnen wachten? En weet u wat ik eruit vis? Ik zeg, u kent mijn standpunt. Ik heb altijd gezegd, ik geloof er niet in. En ik, tot nu toe geloof ik er niet in. Men praat een heleboel. Men belooft de Surinamers een heleboel. Maar ik wil die dag nog meemaken. Ik zeg het u. Ik vier hier in het programma samen met u een feestje. Als er 1%
door één Surinamer al ontvangen wordt van het AOI, zogenaamde gat. Ja, men maakt ons blij met een dode mus. Dat is aan de hand. En niemand kan garanderen dat die regering die straks aankomt, dat die wel vaart gaat zetten aan het toekomen van het recht wat alle Surinamers hebben, namelijk dat zij de ouderdomsrechten, dus de AOI-kwestie, laat me het zo zeggen, wat men voor heel Nederland heeft toegezegd middels de grondwet, ja, dat het ook geldt voor Surinamers. Want waarom? Niet die Surinamers hebben het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 gemaakt. Dat hebben Nederlanders bedacht. En ik kan me nog een van die professoren in Nederland herinneren, omdat die uit Nijmegen kwam, professor Duinstee, een van de voormannen in het formuleren van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op 15 december is het van kracht gegaan in 1954. En dan hoor je later allerlei verklaringen. Zelfs een lid van het Koninklijke Huis, vanwege de traditie lid wordt van de Raad van State, een jonge dame, die komt ook mee beslissen. Natuurlijk is het traditiegetrouw. Zet ze ook een handtekening onder documenten die aangeven dat wat is geformuleerd in die grondwet van 1954 is bedoeld voor die witte Nederlanders van Europa en niet voor die zwarte van de koninkrijksgebieden. En dat is een discriminatie, is een discriminatoir uitgangspunt, omdat de Nederlanders ons hebben geleerd dat vanaf 1954 met de aanloop die is aangekondigd door koningin Wilhelmina in 1942, dat Nederland moeite gaat doen om na die Tweede Wereldoorlog de koninkrijksdelen onafhankelijk te maken. En dan zie je, men begint, wat ben ik beloofd, te schenden, dus niet uit te voeren, door met Indonesië alleen maar tegengas te geven, te beletten dat Indonesië onafhankelijk wordt. Uiteindelijk roept Sukarno in 1945 eenzijdig de onafhankelijkheid, de Indonesische onafhankelijkheid af. En dan zie je dat Nederland pas in 1949 een Nederlandse Indonesische onafhankelijkheid goedkeurt en overstag gaat. En dan jaren daarna, dus decennia daarna, dat is nu, pleegt Nederland een correctie op de geschiedenis en zegt Nederland, we zijn fout geweest, we hadden eigenlijk die onafhankelijkheid van Sukarno moeten goedkeuren. En ja, en dat is heel mooi. Ik heug het toe als de geschiedenis gecorrigeerd wordt. Maar wat zijn de consequenties geweest van deze gang van zaken, waarin de Nederlandse politieke regering op verschillende momenten fouten maakt en mensen elkaar laat uitmoorden voor noppes? Want die Indonesiërs voelen zich bedrogen. En ik ga niet het Indonesisch geval behandelen, maar ik breng dit in het kader van de aanloop tot wat in 1954, dus na die Tweede Wereldoorlog, is gebeurd. Toen heeft Nederland in 1954 een eerste stap gezet aan de decolonisatie van Suriname. Ja? En later pas zijn de Antillen gevolgd. Nadat er ook interne strijd is gevoerd op Curaçao door Papa Godet en de Frente Obrero. En op Aruba heb je dus de Betico Cruz groep die het Arubaans nationalisme vertolkte en streefde naar een status aparte. Dus dat, ik geef even in een nutshell, geef ik aan dat er op die eilanden verschillend werd gedacht over decolonisatie. Maar het ging allemaal in de richting van de decolonisatie. Maar dan zie je dat dus niet al die koninkrijksdelen op hetzelfde moment onafhankelijk werden. Nou, dat is een proces geweest. Maar dan schetst mijn verbazing dat vandaag de dag de Raad van State in Nederland
komt verklaren dat die wetgeving die vanaf 1954 schriftelijk is vastgelegd, dat men daarbij niet is uitgegaan van de gelijkheid van de koninkrijksdelen. En dat is in tegenstelling tot wat men heeft gezegd aan ons. Ik heb niet anders geleerd op school. En in de status quo in Suriname heb ik geleerd dat het Koninkrijk Nederland bestaat uit gelijke koninkrijksdelen. Maar wanneer het aankomt op het betalen van AOW aan die bevolking, dan blijkt dat men over het hoofd heeft gezien dat mensen in Suriname, leden van het Koninkrijk dus, dat die ook aanspraak maken op die AOW. En dan zegt men, nee, dat hebben we niet bedoeld voor die Surinamers in Suriname. Die dingen die in die overeenkomst staan van 1954 gelden alleen voor die witte Hollander uit Europa. Dat is discriminatoire uitgangspunt. En dan zie je dat onze politici zo slap zijn, dat ze niet erop beuken en zeggen, jongens, luister, nee, dat gaat niet zo door. We staan op onze rechten. En dan krijg je allerlei gesoebat over het AOW-gat. Men maakt de ene commissie naar de andere en niemand weet uiteindelijk waar we aan toe zijn. En dat is wat ik probeer te vertolken hier. Ik vat het alleen maar samen. Want die bevolking staat nog steeds te wachten. Dat heb ik opgevist uit die sferen in die hoofdsteden in Nederland waar ik regelmatig... Ik ben een Borobang wat dat betreft, met Boro, met mijn Architori toch. En dan zie je dat dit de Surinamers bezighoudt. Van, komt er nog wat van, ja of nee? En hou ons niet voor de gek. Want ik ga naar het andere nieuws. U ziet, de wereld is aan het veranderen. Die mensen die zijn gekoloniseerd en benadeeld. En die het racisme van Europa hebben moeten trotseren. Dat die... Die zeggen nou op een gegeven moment, basta, ik kan niet zomaar rommel verkondigen en je niet aan je woord houden. Want als wanneer het gaat om de derde wereld, dan lijkt het alsof die mensen hier in Europa lak hebben aan de moraal, lak aan de ethiek, dat men de wereldburgers buiten Europa niet beschouwt als gelijken, als mensen met mensenrechten. Men praat namens ons, men denkt voor ons. En we hebben niks te zeggen tot de dag van vandaag. En daar begint nu in de wereld een standpunt tegen genomen te worden. En dan heb ik het natuurlijk over het internationale nieuws rondom die staatsgreep in Niger. Ja, waar dus nog steeds Mohamed Bazoum, ja, dus wordt vastgehouden. Dat is die voormalige president. En dan, weet je, ja, het lijkt alsof de wereldgeschiedenis zich herhaalt. Dan lees ik in die internationale pers, met name in die Amerikaanse hoofdkranten en tijdschriften, dan komt Mohamed Bazoum aan het woord. Terwijl die man is gevangen genomen door die Nigeriaanse staatsgreepplegers. Die houden die voormalige president gevangen. En die president die komt uit in Amerikaanse tijdschriften met een standpunt. Dus kijk, het is een van de eerste dingen die ik heb geleerd in de politiek. Dus ik wou maar meer dan 50 jaar bezig met de internationale politiek. Dat een van die kenmerken, zeg maar. Wanneer je moet dingen, voordat je gaat analyseren, in de diepte gaat springen, dan moet je kijken van, klopt het nieuws dat op me afkomt? Wanneer ik hoor dat die president door een militaire junta is afgezet en hij wordt nou in gevangenschap gehouden en Amerika eist een vrijlating binnen een week, de Europese landen eisen de vrijlating van die ex-president binnen een week, ja, dat is een issue die internationaal speelt. En dan komen er Amerikaanse artikelen uit met het standpunt van die president. En dat hij hulp vraagt van Amerika om hem te bevrijden. Dan zeg ik, dat kan toch niet? Dat je die man gevangen houdt? Of een van die berichten is niet waar. Daar heb je die man niet gevangen gehouden. Maar je die man gevangen houdt. En Amerika vraagt een vrijlating. Ja, maar dan komt heel Amerika met allerlei berichten van wat die president in gevangenschap eist.
Hij roept Amerika op om te helpen. En hij eist dus zijn eigen vrijlating. Maar dan zeg ik van, kijk, daarom behandel ik dit openlijk, dat mensen met me kunnen meedenken. Nog voor ik in de diepte ga, om te gaan lezen wat er aan de hand is, dan zie ik dat dit niet klopt. En dan zie je ook dat in die berichtgeving, al die inhoudelijke berichten, die zeggen dat het afgelopen moet zijn met die staatsgreep, die komen van die grote persbureaus, AFP, ANP, BBC, in Amerika is het CNN, Fox News, in de wereld. Dus, ja, en dan zie je dat Al Jazeera neemt een tussenpositie in. Die probeert van twee kanten de zaak te belichten. Die belicht ook wat de Afrikanen zelf ervan vinden. Ja, en dan heb je de minimale berichtgeving. Dat is wat die Afrikanen zelf bekend maken. En dan komt boven water drijven dat er dus, en dat vat ik even samen en dan ga ik richting Suriname. Ik ben nu bezig vanuit de internationale invalshoek naar Suriname te kijken. Ik wijs even op de actualiteit van die staatsgreep in Niger, waar iedereen naar kijkt. En die staatsgreep, ik heb eerder geanalyseerd, de Surinamers die luisteren aan dit programma hebben het niet willen geloven. Maar als ze nu die kranten gaan lezen, dan gaan ze zien dat ik gelijk heb gekregen. Ik zei, dat ding gaat een lange staart krijgen. Omdat hier aan de orde is een soort domino effect, heb ik het genoemd. Een soort kettingreactie. Ja, dat gekoppeld is, of die gekoppeld is, die kettingreactie, aan de oorlog in Oekraïne. Hij is gekoppeld aan de Europese politieke positie in Afrika, ja, en die is gekoppeld aan de Verenigde Staten, de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, is gekoppeld aan de buitenlandse politiek van Rusland. Dat heeft allemaal met die staatsgreep in Niger te maken. Ja, en die dingen gaan bij elkaar komen en men gaat voor een groot dilemma komen te staan. En dat is het spannende van die kwestie in Niger, namelijk de staatsgreep, wat je van die staatsgreep ook mag zeggen, heeft te maken met ook een gewijzigde situatie in Afrika. Dat nu, om te beginnen met één land, ik heb al in die vorige uitzending aangehaald dat er meerdere landen zijn die het met die militairen eens zijn. En er zijn een heleboel landen die het met die militairen niet eens zijn. Je hebt de ECOWAS-groep, noem men dat, de ECOWAS-groep die het niet eens is. Je hebt een groep rondom de politieke leider in Zuid-Afrika, Jules Malema, die heeft de EFF, de Economic Freedom Fighters, ja, die hun 10-jarig bestaan vieren, en die staatsgreep in Niger toejuichen, aan de ene kant, aan de andere kant kritisch staan ten opzichte van staatsgrepen, maar erop wijzen dat die staatsgreep moet worden gezien als een uiting van een signaal geven aan Europa dat Afrika niet meer gaat dulden dat Europa komt stoeien met de grondstoffen en andere rijkdommen van Afrika zonder de Afrikanen zelf een deel van hun eigen eigendommen te geven. Men heeft een gemiddelde berekend van 5% dat overal in Afrika waar multinationals uit Europa en uit Verenigde Staten en uit China ook grondstoffen komen halen uit Afrika, men dat tegen onrechtvaardige lage prijzen doet en gemiddeld 5% wel probeert af te staan van die rijkdommen aan die landen zelf, waar die rijkdommen gevonden worden, maar voor de rest alle winsten in hun zak steken. En zo komt Afrika nooit vooruit. En dan gaat er toch ergens een barst komen in deze relatie die helemaal scheef is. En dat is nu aan de hand. Dat is die samenvatting van de betekenis van die staatsgreep van Niger, die een heleboel haken en ogen heeft. Een heleboel invalshoeken waaronder jij die situatie die nu is uitgebroken in de wereld kan interpreteren. Ja, dus ik ga me niet wagen aan een eindoordeel. Ik zeg alleen, there is something going on in Afrika.
En laten we kritisch gaan kijken van de partijvorming, wat zich nu aan meningsvorming groepeert rondom het standpunt in zaken de staatsgreep die gepleegd is in Niger. Ja, en waarbij dus de westerse wereld zich aangevallen voelt en nu bezig is zich te groeperen om te reageren naar die coupplegers toe. En de vraag is natuurlijk, hoe zal de reactie zijn van die landen die aan de kant staan van de coupplegers? En komen er meer landen die aan de kant staan van de coupplegers of niet? En wat zal Rusland doen die in een relatie staat tot Niger? Ik heb u gezegd, er is een Rus die bekend is geworden vanwege zijn... Het zijn huurlingen, die huurlingengroep van Wagner, ja, die actief is geweest in die oorlog in de Oekraïne. Op een gegeven moment is er een dissidentie uitgebroken in het Russische leger en heeft die Wagner-baas ruzie gekregen met Poetin. Die heeft hem laten oproepen met behulp van een van die buurlanden. Ja, en de man die blijkt nu de kop op te steken in die situatie. In Afrika ook, de Wagnergroep, die ook daar een operant is. Dus het wordt men zegt het nou het samenvatten, men zegt dat het strijdtoneel wat je nu alleen zag in Oekraïne zich aan het verplaatsen is richting Afrika. Afrika wordt nu, zoals de Amerikanen het uitdrukken, de battleground van war. Warfare, dat nu slachtoffers gaan vallen in Afrika. Eerst was het dus Europa, daar is die oorlog van Oekraïne begonnen. Maar nu met het partij kiezen van allerlei standpunten, dreigt die oorlog zich indirect te gaan verplaatsen naar Afrika. En dat volgt de hele wereld vooral dat. Dus we doen er goed aan vanuit Suriname om te kijken wat dit voor gevolgen zal hebben in Suriname. Want weet u, Suriname is op meerdere psychologische manieren ook verbonden aan dit vraagstuk. Omdat in Suriname wij ook te kampen hebben met een uit de hand gelopen staatsgreep die door de Nederlanders is geforceerd. Ja, en uitgevoerd door Surinaamse militairen. Dus is iets gecompliceerder dan die staatsgreep in Niger. Ja, en we kampen nog steeds in Suriname met die gevolgen van die staatsgreep van 1980. Ja, we hebben goede dingen meegemaakt. Dus, want in aanvang waren de militairen van Suriname goed bezig. Ze hadden ook hier en daar het voordeel van de twijfel. Maar ik heb het altijd geanalyseerd in dit programma dat consequent de belangrijkste politieke partij van Suriname, de NPS, zich heeft verzet tegen de gang van zaken na 1980, omdat de NPS van mening was, en ik sta aan de kant van de NPS, dat is een correct signaal wat de NPS heeft afgegeven. Namelijk, de NPS zegt dat de NPS de leiding had, op een democratische manier gekozen, was de NPS door de Surinaamse bevolking, en dat Nederland de muitende militairen heeft gesteund, er is zelfs beweerd, en ik ga niet die affaire behandelen nu, maar ik geef u even die highlights, dat er is beweerd dat zelfs kolonel Valk, dat die een flinke vinger in de pap had, en nu moet onderzoek uitwijzen hoe dik die vinger is geweest, die van Valk in de pap had, maar Haakmat heeft erover geschreven in zijn boeken dat hoe Daisy Boudersen in vrolijke buien op recepties heeft zitten bejubelen, de rol van meneer Valk. Nu trekt iedereen zich terug dat het niet zo is, maar het is geboekstaafd. De militairen hebben in hun naïviteit al deze dingen prijsgegeven. Ik heb gesproken met Ramon de Vreitas voordat hij stierf. Ja, en die heeft mij uitgelegd dat er een heleboel missies zijn geweest waar hij namens Boudersen naar Nederland is gestuurd om allerlei cadeautjes te brengen voor meneer Valk. Ja, dus ik weet ervan. Ik zal op
gezette tijden precies prijsgeven wanneer het toepasselijk is, wat er daar is gebeurd. Maar dat Nederland te maken heeft gehad met die staatsgreep in Suriname, is nu al vanuit verschillende invalshoeken bevestigd. Ja? Maar dat maakt de zaak niet duidelijker op. Maar de NPS is erop blijven hameren. En ik ga terug naar dat punt waarbij die NPS zegt, luister, wij waren een gekozen regering in 1980. Al die Aron het Bart slecht, maar het was een gekozen regering. En die is afgezet door een staatsgreep. Dus het is te verklaren dat de NPS nooit akkoord is gegaan met die status quo na 1980. Het waren de, laten we zeggen, de natuurlijke vijanden van de militairen en van Boutersen persoonlijk. Boutersen, die heeft dat ding omgekeerd. Die zei tegen die bevolking dat NPS atibita. Ja, dat zo heeft Boutersen het weergegeven, maar dat was niet de correcte weergave. Het was niet de waarheid. De waarheid was dat de NPS gelijk had. Zij waren de wettelijk, legaal, democratisch gekozen regeringsleiders van Suriname. Ja, en dat moest gerespecteerd blijven. Dan was je grondwettelijk bezig. En die coup was ongrondwettelijk. Maar had wel de sympathie van die bevolking, omdat het slecht ging in Suriname. Dat moet ook niet vergeten. Ik vind het oneerlijk als men met de gegevens van nu gaat oordelen over die staatsgreep en mensen gaat kwalijk nemen dat ze bepaalde posities hebben ingenomen. Want, en ik was toen een jonge man in die tijd, je moet de geschiedenis beoordelen vanuit die tijdgeest. Men noemt het vanuit die contemporaine geschiedenis, zeg men. Hè? Moet je oordelen verder, niet achteraf zaken gaan recht of goed praten. Nee, dus in Suriname was er een sfeer dat, hoewel die staatsgreep onrechtmatig was, dat die bevolking, aangemoedigd door instituten en organisaties, ik geef maar een voorbeeld, de Raad van Kerken, de IRIS, de Rooms-Katholieke Kerk, de moslimgemeente, de hindoegemeente, gaven die staatsgreep het voordeel van de twijfel. Want je hoort nooit iets daarover, maar ik zeg het u, ik heb het wel gevolgd in die tijd, van hoe staan de kerkelijke organisaties die zich met moraal en ethiek bezighouden tegenover die staatsgreep. En die hebben in feite een oogje dichtgeknepen en de militairen het voordeel van de twijfel gegund. Je kunt het ook zien dat de voorman van het Nederlandse gezag in Suriname, dat is de ex-gouverneur Ferrier, en daarna is hij president Ferrier, dus na de onafhankelijkheid is hij de eerste president geworden, en dat die aan de kant stond van die militairen. Ik heb foto's nog thuis waar je meneer Ferrier jubelend met zijn handen in de lucht met de militairen ziet spreken en die dan het voordeel van de twijfel kregen. Ze hebben dus in die beginfase ook goede zoete broodjes kunnen bakken. Professor Van Dam is in Suriname geweest om die militairen de les te lezen hoe ze het West-Suriname-project zouden moeten voortzetten, etc. Het is allemaal niet doorgegaan door een haakse houding van de PALU. De PALU heeft de ontwikkeling van het West-Suriname-denken, dat is gepropageerd door, dat is opgezet en gepropageerd door Frank Esset, ingenieur Frank Esset, ja, die heeft dat hele West-Suriname-plan, heeft hij ondersteund. Het is voor een groot deel uit zijn koker gekomen. Hij is begonnen met wat men noemde in die tijd de Big Push. En dat was het maken van groeikernen buiten Paramaribo over geheel Suriname. Dat was de bedoeling, te beginnen in West-Suriname. Dat je die groeikernen moest verder ontwikkelen tot stedelijke ontwikkelingen. Dan zouden dat steden worden in het westen. En het was allemaal gepland rondom Apura, dat die bedrijvigheid zou worden gecentraliseerd in Apura. En dat die infrastructuur met een paar miljoenen Nederlandse guldens is aangelegd. En daar heeft jaren heeft zitten verpieteren
omdat er geen politieke medewerking werd verleend door de militaire junta van na 1980. De PALU zag het niet zitten en ik kan me nog herinneren, want ik heb me actief bezig gehouden met de theorievorming in die tijd. En het hoofdargument wat werd aangehaald door de PALU is dat, en de PALU had ten dele gelijk, en Iwan Krolis was de man die daar het voortouw in nam, die gingen ervan uit dat je een grootschalig project dat moet aansluiten bij het politieke bewustzijn van die Surinaamse bevolking. Dat zei de PALU in die tijd. De PALU zei, luister, jullie maken zo'n grootschalig project, maar begrijpen die mensen wel waaraan ze meewerken? Als je daarmee met zo'n weeffout begint, dan betrek je die mensen in een groeiproces waar ze geen verstand van hebben. Dat West-Suriname-project is een maatje te groot voor Suriname, vond men van de zijde van de PALU. En men had ook andere reden, omdat men tegen Nederland als kolonisator gericht was, heeft men dus het West-Suriname-project beschouwd als een koloniaal project en heeft de PALU dus tegengas gegeven en die attitude overgebracht op die regering. Bouterse, dus of die regeringen, onder leiding van de militairen, eerst in de jaren 80. En daarna is men zich anti-Nederland gaan opstellen en daar is het West-Suriname-plan het kind van de rekening geworden. Daar zijn die klappen gevallen en is alles tot stilstand gekomen. Er was zelfs een trein al klaar met een station en al rails van 75 kilometer van Apura naar kamp 50. Ja, het was allemaal in kar en kruiken. Ik heb dat hele project bestudeerd en ik kom nog met de analyse erover. Want ik ben dat aan het verwerken in het boek wat ik nog aan het schrijven ben, waarmee ik voor even het jaar klaar hoop te zijn. Want namelijk, ze hebben Nederlandse ingenieursbureaus die ik ken, waarvan ik de rapporten thuis heb en heb zitten lezen. Ik ben ze gaan lezen in bibliotheken. Ik heb een aantal jaren tijdens een van die regeringen, Venetianen, herinner ik me nog, toen was Henry Strijk nog in Suriname. Dus het kan worden, daarom zeg ik dat het kan worden nagetrokken. U kunt al die mensen van de bibliotheek, van de assemblée vragen. Ik kwam elke dag studeren daar, in mijn vrije tijd. Ik maakte die bibliotheek open als het ware. Als ik 's morgens daar aanwezig was, waren de mensen die daar werkten nog niet aan het werk. En ik stond te wachten tot die deur open ging, om die boeken te gaan lezen daar. In die bibliotheek van de assemblée, wat ik heb gedaan. Ik maakte mijn aantekeningen. Ik heb al die geschriften van Wijn en Bos daar aangetroffen en gelezen. Ik was actief bezig, omdat ik wilde weten wat er daar zo is misgegaan in West-Suriname. En daarom geef ik u uitvoerig deze analyse. En ik had er in de 60er jaren, had ik erover gesproken met professor Blommestein, die me erop had gewezen dat zolang Suriname, het Brokopondo meer en alles wat erbij hoort, het onderhoud van het meer, de hydro-elektrische energie die werd gewonnen, de milieufactoren rondom het meer, etcetera, zolang Suriname daar geen longitudinaal toegepast wetenschappelijk onderzoek over heeft gedaan, moet men niet beginnen aan een nieuw avontuur. Dat was die stelling van professor, ingenieur, dokter van Blommestein, met wie ik prettig heb mogen samenwerken, zei het, in de verhouding dat hij de professor was natuurlijk. Ik was een klein broekje, ik wist nog van niks. Maar door een toeval ben ik daar een werkstuk gaan maken onder zijn begeleiding en die man me in een soort tank genomen. Ik dank God dat ik die man heb leren kennen. Want ik heb veel geleerd over de ins en outs rondom de hydro-elektrische energiewinning in Suriname. En die man heeft me op een paar dingen gewezen wat er fout is gegaan in West-Suriname. Maar toen was het nog niet zo ver dat de PALU zich er tegen had gekeerd.
Maar Blommesteyn wees erop dat het West-Suriname-project zou een veel groter project worden dan het stuwmeer van Blommesteyn. Het stuwmeer dat gepland was bij Afanavero Kabalibo, ja, had twee verdiepingen. Dus twee meren die hoger lagen dan elkaar, dus in een gebergte keten. En dan zou het water uit die ene kom, die bovenste kom, zou gaan vallen op een onderliggende kom. Zou het naartoe stromen en dan zou je die energie op twee punten kunnen opwekken. Dus wat bij Afubaka gebeurt met één dam, zo bij het Afanavero Kabalibo, je hoort het al, Afanavero en Kabalibo, zou een dam krijgen, gelijk aan die dam van het stuwmeer van Afubaka. Dus het zou, met twee dammen, zou men ook vanwege de grotere hoogte en de oppervlakte en de diepte van die kom, zou men veel meer energie kunnen winnen in West-Suriname dan bij het Brokkepoorde stuwmeer. Maar die man zegt, Suriname moet nooit aan het avontuur beginnen zomaar van West-Suriname, als niet eerst onderzoek is gedaan in de ins en outs van het Brokkepoorde meer. Ja, is toch logisch? Je gaat toch niet zomaar een groot avontuur beginnen door grote delen van je land onder water te zetten? En toen heeft hij een waarschuwing uitgebracht, die ik nu ook aan meneer de president van Suriname voorhoud. Hij zegt, begin nooit een project in een grensrivier waarbij je afhankelijk bent van de attitude van je buurman, terwijl je nog conflicten hebt met je buurman die niet beslecht zijn. En Suriname heeft tweeërlei conflicten met buurlui. Suriname heeft het conflict met Guyana over het grensgebied Tigri, ja, dat niet beslecht is. Suriname heeft dus in het gevolgen het probleem met Guyana. Een probleem ook in die noordelijke zone dat tijdelijk is opgelost tijdens een van die Venetiaanse regeringen. Namelijk om die grens te bepalen in die territoriale wateren. Van hoe nou die grens loopt. En dan praat men over die offshore olievoorraden die daar liggen. Daar heeft in Surinames nadeel is beslist, dat is één kant van de zaak, maar voordelig is dat men er wel uit is gekomen, dat nu vaststaat waar die grens loopt. In het noorden, dat schijnt een wetenschappelijk moeilijk te berekenen wiskundige lijn te zijn, die in die territoriale wateren loopt. Dat is dankzij de Venetiaan is die lijn bepaald, en sommige mensen zeggen dat dat nadelig is voor Suriname, en dat Venetiaan geen moeite heeft gedaan om die lijn in ons voordeel te trekken. Aan de andere kant zeggen de voorstanders van Venetiaan, die zeggen dat al met al Venetiaan dat conflict heeft opgelost en een criterium heeft gevonden om met beide partijen eens te kunnen laten zijn op wetenschappelijke gronden hoe die lijn in het noorden getrokken moet worden. Maar nou terug naar mevrouw Blommesteyn, wat Blommesteyn me in de jaren 60 reeds heeft uitgelegd en geleerd. Dus dan kom ik terug op die brug die Santo Kie wil bouwen. Blommesteyn me erop wees dat als jij niet helemaal clean bent ten opzichte van je buurman, ja, dat jij dus kan zeggen dat je wederzijds met elkaar rekening houdt, ja, dan moet je nooit met een project beginnen, zegt Blommesteyn. Want het gaat leiden tot gewoon regelrechte oorlog. Regelrechte oorlog. Je moet clean zijn. Je moet op alle punten eens zijn met jouw buurman, om samen met je buurman iets te ondernemen. En dat is nu niet het geval. En je ziet dat Santo Kie doordrukt, want hij moet een prestigeproject, denkt hij, realiseren voor de verkiezingen. Dus alles staat in het kader van manipulatie van de volksaandacht, van de volkswil, met betrekking tot het verkiezingsmoment. Elke regering denkt zo. Ik heb u al geanalyseerd in dit programma hoe dat helemaal misgegaan is met Wijnen Bos. Dat die had gedacht dat als hij een brug realiseert in samenwerking met Ballas Nedam, dat hij dan
een electoraal voordeel zou hebben bij die verkiezingen die direct na de opening van die brug volgde er verkiezingen die bij Den Bosch glansrijk verloren heeft. En dus je ziet dat het niet werkt. En zo gaat het ook niet werken als Santo Kiet denkt met een prestigeproject een naam te maken dat hij een brug bouwt naar Guyana. En volgens professor Blommestein, met die theorie van Blommestein in het verleden, die zegt dat je dan gedoemd bent in een conflict situatie te geraken met je buren, omdat je niet tot op de bottom gelijkelijk denkt over de belangen die in die quarantainrivier spelen, gaat het ook dus ten aanzien van die brug mis. Dat je een brug gaat bouwen en dus jouw buurman recht geeft op jouw territorium. Terwijl je met die buurman nog in een conflict zit, het ziet er hopeloos uit. Maar als men dollartekens in de ogen heeft, want weet u waar men die Surinaamse bevolking mee voor gek houdt? Men legt aan die Surinaamse bevolking uit dat die brug niks gaat kosten. Ja, dat een particulier uit Trinidad of waar dan ook gaat ze vandaan toveren. En die gaat die brug financieren, maar die gaat zijn geld terug kunnen verdienen. Doordat men aan die partij, die organisatie, die multinational of die onderneming, of hoe je het wil noemen, moeten Surinamers, als ze over die brug gaan, tol gaan betalen. En dan mag die man mag bepalen hoeveel dat gaat worden en hoe lang het gaat duren. Dus dit hier is zo'n onduidelijk contract. En het wordt buitenparlementair beslecht. Dat vind ik nog het ergste. Dat betekent dat de volkswil van Suriname er niet aan te pas komt. En te bedenken dat in het geval van die brug van Weidenbos, dus de Weidenbosbrug, die brug is niet van Weidenbos, is van het Surinaamse volk, maar is er 35 miljoen gestolen door meneer Boutersen en Weidenbos, die nog dat bedrag die dat bedrag moeten komen verantwoorden. En de man die dat in die onderhandelingen een coördinerende rol vervulde, was de inmiddels overleden Surinaamse ondernemer, industrieel, meneer Sarju, Philip Sarju. Ja, die weet er alles van, maar die is inmiddels overleden. Maar nogmaals, er is dus heel wat misgegaan met die brug van Balasnedam. En het gaat erger te worden nu met die quarantainbrug die Santo Kiet willens en wetens koet aan het doordrukken is. Ja, en dan wil ik even verder gaan. Ik was gebleven, namelijk dat ding van Niger afronden. Het is nog steeds dus een staatsgreep in Niger gaande. Ja, en die gaat alle richtingen op, want de hele wereld is zich ermee aan het bemoeien. En de vraag is, gaat het komen tot een ingrijpen van Europa en de Verenigde Staten in Niger, omdat Niger de positie van Verenigde Staten en Europa aantast? En waarom is men zo beducht en zo staat op zijn schreven om Niger te bewegen die staatsgreep terug te draaien? Dat komt omdat de een van de oorzaken, ik heb een college van een professor hierover gevolgd, en die analyseert hardscherp dat het ligt aan de uranium die wordt gevonden in Niger. Het schijnt een belangrijke grondstof te zijn voor kernenergie en voor allerlei moderne vormen van energie opwekken. Heb je uranium nodig. En dat is een tekort wat er is in Europa. En hij heeft ook uitgelegd dat er veranderingen gaan komen in de verhouding Frankrijk-Duitsland. Duitsland de motor van de industrie van Europa. Dus dat die hele kwestie in Niger een terugslag gaat krijgen op Europa. En juist Europa is bezig een omslag te maken naar elektriciteit. Elektrische energie. Het opwekken van elektriciteit op verschillende manieren. Maar wat blijkt in de hele wereld? Dat die zonne-energie niet die power kan hebben die de fossiele brandstof, die kan het niet vervangen. Je kan het niet alleen met zonne-energie vervangen. Je kunt die totale energiebehoefte ook niet alleen met windenergie vervangen. Met andere kleinere vormen van energiewinning.
Maar heel Europa en Amerika beginnen steeds meer door die problemen in de Oekraïne in te zien dat je een andere bron moet gaan zoeken die goedkoper is, schoner, en maar ook gevaarlijker. En dat is dus de kernenergie. Men begint weer te bepleiten dat kernenergie een deel van die energiecrisis gaat kunnen opvangen. En dan komen we terug bij de industriële productie in Duitsland. Ja, en we komen terug, dus het blijkt dat al die kernenergieprojecten waar men gebruik maakt van uranium, dat die in Frankrijk liggen. En Frankrijk en Duitsland toonaangevend zijn voor gewoon het niveau van de energiecentrales, tenminste de bronnen van waaruit men elektriciteit maakt, met op het oog die omschakeling in de auto-industrie onder andere, dat men steeds meer hybride auto's gaat maken, meer gaat bouwen en leunen op elektrische auto's. Men is bezig overal al van die aansluitpunten aan te leggen waar auto's elektriciteit kunnen tanken. En midden in dat proces zie je dat in feite Niger op de rem door die toegang tot uranium discutabel te gaan maken. Ik wil niet zeggen we willen afklemmen, want natuurlijk die Afrikanen willen ook verdienen, maar niet tegen die oude voorwaarden waar tegen Frankrijk bezig was Afrika uit te buiten. Die Nigerianen zeggen je kan doorgaan met uranium winnen in Niger, maar je moet ons substantieel meer geven van de opbrengsten die je hebt aan de roof van grondstoffen uit Niger. En daar, u kent, dat is die oude discussie tussen die Europese koloniserende landen, Amerika en de wereld. Ja, dus dat is aan het veranderen. En natuurlijk zullen de Oosterse landen, en dan noem ik China en Rusland, als factoren in deze discussie, die zullen aan de kant gaan hangen van die Afrikaanse staten, omdat die uranium ook nodig hebben. Maar goed, ik ga niet verder in deze kwestie duiken, maar ik wijs op het belang, omdat Suriname met hetzelfde vraagstuk worstelt. Namelijk, wij moeten in Suriname ook een beter energiebeleid gaan voeren. En ik heb altijd gewezen op het is een publicatie van Ramdin, dat is die oud-directeur van Suralco, die heeft zich als eerste bezig gehouden met studie naar energiebronnen, naar de diversificatie van energiebronnen in Suriname. En het is Ramdin, ik heb dat boek gelezen van die man heeft in verschillende opstellen, heeft hij een pleidooi gehouden voor het diversificeren van de energiebronnen in Suriname. Je moet niet alleen op hydro-elektrische energie varen. Je moet ook niet alleen op fossiele brandstoffen varen. Je moet diversificeren. Dus je moet vanaf gas. De Chinezen zijn begonnen met het broeigas. Ja, uit de landbouw. Je moet alle vormen van energie. Je moet die totale behoefte kennen van Suriname. En je moet die energie uit verschillende richtingen halen, waardoor je niet afhankelijk bent van één bron. En in dat kader heb ik eventjes aangehaald het West-Suriname-project, dat nog steeds een rol kan spelen, maar ik heb die pijnpunten aangegeven, enkele pijnpunten, maar zijn ook voordelige zaken, die pleiten weer voor het op een andere manier benutten van die investeringen die al zijn gedaan door Nederland in het koloniale verleden, en die zijn gedaan in de stad Apura. Ik ben daar geweest, ik ken de situatie in Apura section Washabu, en daar ligt een infrastructuur voor een enorme positieve ontwikkeling die gekoppeld kan worden aan die olie booming situatie in Guyana. Omdat die Oost-West-verbinding van ons, dat is die weg die loopt van Zanderij naar Apura, die kan aansluiting gaan bieden op de weg die loopt van Brazilië
naar Guyana, naar Georgetown. En die lijn die loopt via Boa Vista, dat is die noordelijkste stad in Noord-Brazilië. Van Boa Vista naar Georgetown is er een weg van zuid naar noord. Ja, die Brazilianen belangrijk achten om wanneer er oliewinning op volle toeren draait, dat Manaus, dat is een van de grootste noordelijkse steden van Brazilië, dat Manaus kan gaan profiteren van de olie die in Guyana wordt gewonnen. Dat is een van die sporen van belang voor Brazilië. En Suriname kan daarop inhaken via Apura. Nikeri is logistiek niet zo van belang. Apura is het belang. Als je gaat u maar naar de landkaart kijken, dan gaat u zien dat als Suriname nu reeds vaart maakt met het ontwikkelen van die route Sanderij Apura, dan kan je aansluiten op die weg naar Manaus via Guyana. Als we met Guyana op goede voet blijven. En dan is die investering minder, omdat Apura al een enorm goede infrastructuur heeft om daar een hele goede stedelijke ontwikkeling te doen plaatsvinden naar het model van Dr. Frank Ezet in zijn boekje Frank en Vrij onder andere en in meerdere publicaties beargumenteerde redenen om Apura als grote stad in Suriname om dat project voor te zetten. Maar, zegt professor Blommestein, let goed op dat je niet weer zo'n stuurmeer gaat maken als het Van Blommestein stuurmeer zonder na te denken over voor- en nadelen. Dus dat betekent, professor Blommestein zegt in feite, je kunt doorgaan met de bauxietwinning in Avaravero-Kalalibo-gebied, maar het hoeft niet noodzakelijk via stuurmeren. En let vooral op dat, want hij is eens met die infrastructuur, maar hij zegt, je kunt dus, ga geen projecten in het quarantainwater situeren als jouw grensconflict met Guyana niet is opgelost. En dat is de onderbouwing van mijn kritiek ook op de plannen van president Santoki nu met Suriname, maar alleen maar in het kader van verkiezingen. We zijn in de vakantieperiode aan het belanden. Ik ga nog wat uitzendingen door en dan ga ik een korte vakantie houden. Maar u krijgt die mededelingen nog van mij en van de redacteur van het programma. En ik maak me ook op om in Suriname een bijdrage te gaan leveren aan een aantal projecten waarmee ik bezig ben. Ik ben bezig om projecten te realiseren, want ik ben nu op het eind van het programma aan het belanden. Ik begin de redacteur al een paar signalen te geven dat ik naar het einde toe ga. Maar ik wil nog een paar persoonlijke mededelingen doen. Namelijk, die mededelingen hebben alles te maken met het politieke nieuws dat ik u breng met dit programma. Namelijk, ik ben persoonlijk bezig met de plantage Vier Kinderen. En ik heb heel veel huiswerk gedaan om buitenlandse investeerders te vinden die richting Suriname willen gaan. Ik heb ook personen in de wereld bereid gevonden hun expertise ter beschikking te stellen. En dat idee van mij, wat ik aan het ontwikkelen ben en wat ik handen en voeten ga geven, is dat het district Para moet worden tot het centrale communicatiedistrict van Suriname voor alle Surinamers. En dat wij nu strijd moeten gaan voeren om Sanderij te behouden als internationale luchthaven. Waarom? Omdat deze regering op etnische gronden met allerlei subversiefachtige plannen bezig is om ook luchthavens in het noorden te gaan situeren. En liefst in Nikeri alles. En ik moet u zeggen, wij moeten als Surinamers gaan verdedigen dat het district Para een centraal communicatiedistrict wordt met een grote stadrepubliek. Ja, die faciliterend werkt voor de luchtvaart, omdat de luchtvaart een van de weinige industrieën is met een toekomst. Wij zijn als Suriname alleen maar die luchtvaart verbonden met de wereld. Suriname heeft geen infrastructuur die het land verbindt met andere landen. We zijn eenzijdig afhankelijk van die luchtvaart en dat maakt dat Para een belangrijk district aan het worden is. En ik roep alle
alle paranen op om dit idee te ondersteunen, want ik ben ermee aan het werken. En ik ga dit jaar nog met kleine ideetjes komen om dit project handen en voeten te geven. En het belangrijkste is dat ik volgens de economische Keynesiaanse theorie een begin wil maken aan het herconstrueren van de spoorlijn Republiek Sanderij. Een korte, kleine spoorlijn van 8 kilometer, maar die wij zelf kunnen bekostigen, hoeven geen geld te gaan lenen. We kunnen het geld zelf opbrengen om een kleine spoorlijn op te zetten als infrastructureel project waar we de bevolking bij betrekken, zoals Keynes dat heeft gedaan in Europa. En die spoorlijn die wij zelf met die bevolking opzetten, kunnen we gaan uitbreiden naar alle richtingen. Te beginnen naar Albina, dat je met de trein van Albina naar Sanderij kan komen. En waarom Albina? Omdat je die regio, de oostelijke regio, kan verbinden met Europa. Dat is de betekenis van de ontsluiting van het oosten, waar nu niet aan wordt gedacht, omdat die leider die daar zit en die daar woont geen flauw benul heeft van internationale politieke zaken. En desalniettemin hebben we hem nodig om die regio te ontwikkelen. Dus het gaat er niet om om ruzie te maken met de ABOP, maar we moeten de ABOP erop wijzen dat ze een belangrijke rol te vervullen hebben in de ontwikkeling van Oost-Suriname. Ik wil het hierbij laten, want ik zie dat mijn tijd erop zit. Dit was Ludwig van Milier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Tot een volgende keer.